Ja, nou, de bekende terug in de regio, Sendrino Misitjan. Gisteren getekend, vandaag voor het eerst trainend bij FC Dordrecht. Waarom heb je voor Dordrecht gekozen? Er waren wel wat mogelijkheden in het buitenland. Het gevoel was gewoon niet goed. En als het gevoel niet goed is, weet je, ik heb een heel slechte ervaring gehad met CSKA Sofia. Het gevoel was gewoon niet helemaal perfect. En Dordrecht kwam eergisteren en gisteren was het gewoon rond. Dus op zich snel gaan. Je zat bij VVV, jullie zijn gepromoveerd. Was daar geen mogelijkheid om daar toch ook nog te blijven? Nou ja, weet je, kijk, de trainer Maurice Stijn, ik ben sowieso als allereerste dankbaar dat ik een kans heb gekregen van VVV. Want ik zat in de tweede divisie en uiteindelijk ben ik toch gaan spelen. Er was een mogelijkheid, het was heel klein. Ze zochten in principe in eerste instantie een back die gewoon ready was voor de eredivisie. En dat ze gewoon achter Roel Jansen nog een ervaren back wilden hebben. En uiteindelijk was ik wel nog de enige die nog eventueel nog een kans maakte om voor een contract in aanmerking te komen. En uiteindelijk is het hem toch net niet geworden. Dus ja, balen, maar ik bedoel van het gaat verder. Wel een wereld van verschil, van de koploper uit de eredivisie naar de ploeg die op dit moment onderaan staat in de eerste divisie. Nou ja, er is pas één wedstrijd voorbij, weet je wel. Dus ik bedoel van, daar kan je nog niks op zeggen. Maar ik bedoel, als je kijkt naar wat voor spelers hier zijn en namen, hoop ik echt dat we gewoon een leuk seizoen kunnen gaan draaien. Als het gewoon goed staat, dan moeten we wel gaan lukken, zeker. Hoe is het met jouw fysieke gesteldheid? Heb je gewoon alles wel kunnen doen in de voorbereiding waardoor je eventueel al heel snel kan spelen? Nou, een uitstekende voorbereiding heb ik zeker niet gehad, om het zo te zeggen. Ik heb wel gelukkig mee kunnen trainen dankzij Antal Jansen en mensen bij de treffers. Daar gewoon, weet je, om conditie op peil te houden, dat ik daar eerder gespeeld heb. Maar een uitstekende voorbereiding heb ik niet gehad. Ik heb in ieder geval nog niet echt wedstrijden gespeeld. Maar op zich ben ik wel gewoon, als je ziet naar de partij, alles en zo, ga ik gewoon goed mee. Dus. Ja, je bent een ervaren speler, ook een wat oudere speler. Dus jij hebt dat voor je gevoel niet echt nodig, wedstrijdritme. En dus eerst in de tweede minuut te maken. Nou, ik bedoel van kijk, wat moet, dat moet, weet je wel. En zeker uiteindelijk gaat het om mij dat ik gewoon fit ben. Want aan de fitte Sendrino heeft Dordrecht gewoon heel veel, dat zeker. En als ik in de tweede nog wat minuten moet gaan maken om zeg maar echt daar te gaan komen of extra moet gaan trainen, dan moet dat maar. Maar ik denk dat ik op zich wel gewoon zou kunnen spelen, ja. Maar of dat 90 minuten zal zijn, dat is maar weer een vraag natuurlijk. Je bent achter in de 20, veel jonge jongens. Ligt er ook een soort leidersrol voor jou weggelegd hier? Nou, een leider. Ik ben nooit echt een leider geweest. Ik help wel waar ik daar kan helpen en wat ik zeg maar aan ervaring heb. Weet je wel. Dat probeer ik wel aan bepaalde jongens. Zeker als ze op mijn positie of weet je wel, als ik denk dat ze iets bijvoorbeeld beter kunnen doen, geef ik ze wel tips daarin. Zeker, zo ben ik altijd wel geweest. Maar leidersrol, nou ja, weet je, ik ben wel wat ouder inderdaad, maar ik kom hier niet om captain te worden, nee. Je hebt wel heel veel ervaring. Dat kan je positief en negatief uitleggen, omdat je heel, heel veel clubs hebt gehad. Wat negatief kan je zeggen, je bent een clubhopper. Hoe zie je dat zelf, dat je bijna vaak na een jaar bent vertrokken bij een club? Nou ja, ik zie het gewoon als gewoon proberen te streven naar het beste. En uiteindelijk doe je dat zeg maar, door wat langer waarschijnlijk bij een club te blijven, ben ik ook achtergekomen. Weet je. Dus wat dat betreft, ja, clubhopper, ja, je kan het zo noemen. Ik noem het gewoon de omstandigheden, weet je wel. En als een plek gewoon goed is en het is gunstig en iedereen komt bij elkaar en het zit allemaal goed, dan zit het gewoon goed. En als het niet goed zit, naar mijn gevoel, ik ben een gevoelsmens, dan ben ik gewoon weg, weet je. Als bij Dordrecht hier, bij huis van spreken, ook niet goed gaat zitten, dan ben ik liever weg dan dat ik hier zit, ongelukkig ben en hun geld aan mij opmaken. Ja, dat is gewoon zonde gewoon voor iedereen. Dus wat dat betreft, weet je, sta ik er gewoon zo in. Je gaf het zelf al aan. Buitenlands avontuur is niet geworden wat ik ervan verwacht had. Wordt dat vaak geromantiseerd door voetballers, buitenland? Nee, kijk, ik bedoel van met alle respect, weet je wel. Kijk, als je landen hebt bijvoorbeeld zoals Engeland of zo, weet je wel, Duitsland, laat zeggen gewoon echt de A-landen. Dan zit je 9 van de 10 keer wel goed, weet je wel. En dat is het gewoon naar jou gewoon echt om het te laten zien, weet je. Maar kijk, kom je een beetje in de Balkan waarbij ik een beetje ben geweest, of Cyprus of zo. Dan heb je vaak wel een president die invloed heeft, een trainer die invloed heeft, spelers die een trainer betalen om te spelen, dat soort dingetjes. Dat maak je gewoon allemaal mee, weet je. Klinkt allemaal gek, maar dat gebeurt gewoon. En weet je, ik ben nu wat ouder. Ik heb drie kinderen. Ik ben rustiger ook in mijn hoofd. En ik heb geen zin om dat allemaal weer mee te gaan maken. Dat je bijvoorbeeld 2 of 3 maanden niet betaald krijgt. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. En volgens mij heb je ook geen zin om onderaan mee te gaan voetballen. Kortom, wat jou betreft met dit Dordrecht minimaal voor de play-offs? Ik hoop het wel. Ik ga in ieder geval, daarvoor ben ik ook hier. Weet je. Ik ben hier om een wedstrijd te spelen. Ik ben hier om het team te helpen. Ik ben hier om de club te helpen. En wij willen denk ik met z'n allen toch iets moois neerzetten, zeker na wat afgelopen seizoen hier gebeurd is. Weet je? En ik denk slash hoop gewoon dat wij gewoon een heel gek seizoen gaan draaien. Dat we de boel hier op stel te zetten.